wij zeggen hier dingen en die jongens die mogen ook alles zeggen. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar het gaat erom van een jongen is in Nederland geboren die profiteert van ons sociale systeem, van onze welvaartsstaat. Die groeit hier op, die krijgt zijn opleiding. Die heeft geen enkele binding met Marokko, waar je veel minder kansen krijgt op dat gebied. En dan wordt hij omgeven door familieleden die nog wel roots hebben in... Voor hem kan ik het nog begrijpen, omdat hij dus de jeugdselecties heeft doorgelopen in Marokko. Ja. Maar Amrabat en Ziyech, die hebben bij Jong Oranje, wat ik wil gespeeld. Ja. Dat is heel... Kijk, wat... Als die jongens dat willen doen, natuurlijk, daar zijn ze vrij in. Maar ik mag het wel een slechte zaak vinden dat ze die keus maken. Want dan is Nederland toch het tweederangs land voor die jongens. Die jongen heeft heel veel aan Nederland te danken. Zoals wij ook heel veel aan Nederland te danken hebben. Maar hij ook. En hij heeft... Marokko heeft nog nooit iets voor die jongen gedaan. Het land Marokko. Buiten het feit dat zijn opa en oma en misschien zijn vader en moeder er vandaan komen. Dat is de enige binding. Nou, hij Koeman, is het wel zo. Kijk, stel dat ze niet goed genoeg voor het Nederlands zelf te zijn en ze kiezen dan voor het andere land. Dat begrijp ik wel. Dat vind ik heel wat anders. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat ze de voorkeur aan Nederland moeten geven. Omdat ze alles wat ze bereiken hebben, hun rijkdom, alles hebben ze aan Nederland.